Ja, maar als je een patatje in de natuur eet, dan is hij echt 10 keer lekkerder dan als je hem ergens binnen eet in een snackbar of thuis. Maar dat landschap en dan dat patatje en die combinatie en dan dat beetje zout en die mayonaise, dan wordt het echt fantastisch. Dus dat straks zometeen bij min 20 op Antarctica en dan dat patatje proeven. Misschien toch je lippen er even aan branden voordat hij afgekoeld is. Ja, dat lijkt me geweldig. Dit is Arjen Boerstra. Hij heeft wilde ideeën. Momenteel is hij bezig met een project te ontwikkelen om met een patatkar naar Antarctica te gaan. Niet zozeer om patat te verkopen, maar als conceptueel kunstproject. De term conceptuele kunst zal niet iedereen bekend zijn. Ja, een conceptueel kunstenaar die heeft een plan, die heeft een idee. En vanuit dat idee gaan er dingen gebeuren. In mijn geval is dat vaak het bouwen van een object of van een vaartuig of een voertuig waarmee je een gebeurtenis kunt creëren. Auf den Wellen wird gefochten, wo Fisch und Fleisch zur See geflochten. Deine Stichte. Maar ik creëer gebeurtenissen om natuurlijk zelf iets te beleven. En op het moment dat ik iets bouw en daar vervolgens een avontuur mee beleef, ja, dan heb ik het gevoel dat ik levend ben. En dat ik daadwerkelijk deelneem ook aan het werk. En dat is eigenlijk wat ik altijd heb gemist. Ook tijdens mijn studie in de beeldende kunst, is eigenlijk die deelname. Het publiek neemt wel deel, maar zelf neem je vaak niet deel. En daar heb ik op mijn manier een oplossing voor gevonden. Kijk, mijn nieuwste project is natuurlijk het idee om met de patatkraan naar Antarctica te gaan. En ik heb het genoemd Antarctic Potato Eater. Ja, genoemd eigenlijk naar de eerdere projecten, Potato Eater, waarbij ik op verschillende plekken heb gestaan. Eigenlijk de nieuwe ultieme plek, dat wordt Antarctica. Dus ik sta daar straks op een gletsjer, ik kijk uit over dat landschap en ben klaar om patat te bakken in een soort van overweldigende natuur. Hij is wel heet volgens mij hoor. Even proberen. Hebben jullie al zin in patat? Nou, ik heb altijd gezegd, als een soort grap, van, met overtuiging van nou, dat kan gewoon niet, Antarctica kan gewoon niet. Maar nu ik zeg maar, nou, bijna 10 jaar verder ben, in 2008 stond ik op de punt van Terschelling. En toen was het de grap. Antarctica, ja, hierna moet je naar Antarctica. En nu denk ik van ja, waarom niet? Wat voor bevrediging haal jij eruit als jij er straks staat met die patatkar? Ja, ik heb eigenlijk dat al bekende plaatje van een patatkraam in de straat. Zeg maar iets wat iedereen kan invoelen. En dat is een patatje eten en een patatje bestellen bij een kraam. Als dat opeens op een plek gebeurt waar het absoluut onmogelijk is, ja, dan gaat er iets gebeuren. Dan gaan mensen kijken. En dan wordt het spannend. Die absurditeit, ja, daar ben ik wel eigenlijk wel een beetje naar op zoek. Op het moment dat je dingen uit de context trekt, dan gaan mensen kijken en dan ga je dingen vertellen. Je zegt net dat er niemand woont, maar er zitten toch heel veel onderzoekers daar? Ja, er zitten vrij veel onderzoekers. En ik zal afhankelijk zijn van deze mannen en vrouwen. Want zij hebben daar een klein beetje infrastructuur om überhaupt te kunnen overleven. Want zoals je ziet is de kar niet geïsoleerd. Dus ik heb wel wat hulp nodig, ook om de kar te verplaatsen op Antarctica. Ik heb wel skis gebouwd ondertussen onder de kraam, zodat hij over ijs en sneeuw kan. Dus die aanpassing is gedaan. Maar het zou natuurlijk prachtig zijn om ook in een van de onderzoekersdorpen een patatje te bakken voor de mensen die daar werken. Is het een hele dure grap om daar te komen met patatkraam en al? Ja, het is een dure grap. Hè. Ik verwacht zo rond een ton nodig te hebben om de hele expeditie op te kunnen zetten. Inclusief alle cameramannen, de vaart ernaartoe. Dat vergunningstraject zal ongeveer een jaar beslaan. Nou, en met verdere aanloop erbij gok ik nu op winter 2018.
dan is het hier winter en dan is het daar zomer. En dan zijn de temperaturen nog enigszins hanteerbaar.